De hele workout vandaag. Oh, ik zag een stuk minder lekker dan net. Het sneeuwt gewoon weer. Ik moet zeggen, echt, hij blijft al zo lang schoon. Goedemorgen, het is maandag en we mogen weer naar school. Ik ben nooit zo blij geweest, denk ik, om weer naar school te mogen. Ik heb vandaag deze trui aan van Villa, broek van Rosner en daar gaan zo mijn snowboots weer onder. Want we mogen zo door heel erg veel sneeuw naar school gaan. En ik hoef eigenlijk niet mijn sneeuwsluis aan. Nou, dat zou ik wel doen, want op school ga je toch ook even lekker buiten spelen in de sneeuw. Dan nee, we doen ze wel even aan. Ik eet nog even een appeltje en dan gaan we de deur uit. De hele workout vandaag. Ik heb Sarah. Waar ben je daar? Op de slee mee. Maar hij glijdt niet zo goed vandaag. Gisteren deed hij het beter. Maar de sneeuw is anders. Haf. Buiten adem ervan. Dan is het toch wel ver. Maar jij vindt het leuk, hè? Ja. Ja. Zij heeft het echt zo naar de zin. Die vindt het heel geweldig. Best buiten adem ervan. Oh, de slee gleed vandaag gewoon minder lekker. Ik weet ook niet of ik sta waar het net was. Toen ik dat allemaal vertelde. Maar helemaal buiten adem ervan. Dan is het toch best ver lopen. Maar goed, het is wel even een lekkere workout geweest. Ik moet zeggen, echt zo stom. Het is best wel koud buiten. Al is het minder, voelt het minder koud. Het is kouder dan gisteren. Alleen gisteren stond er echt een veel hardere wind. Waardoor het veel kouder viel dan nu. Dus ik kwam binnen en de verwarming had ik aan laten staan. En dat vond ik vanochtend nog koud. En nu kom ik binnen dat ik zo. Was heet nu. Echt bizar. Dus ik heb hem echt omlaag gezet. Terwijl zo warm staat hij niet. Maar die warmte brandt gewoon even op mijn huid nu. Ik ben ook wel echt dik aangekleed. Ik heb ook een legging weer onder mijn broek. En ik heb hier nog een top onder en zo, dus ik ben wel goed ingepakt. Het schiet lekker op. Ik heb het bed lekker afgehaald, alles zit in de was. In ieder geval deel 2 zit nu in de was, deel 1 hangt te drogen. Allemaal dingetjes van Sarah opgeruimd die ik niet zomaar kan opruimen als ze er is. Dus het gaat helemaal de goede kant op. En ik ga dadelijk soeplunchen, wat ik nog staan, maar waar? Oh ja. Yeah. We hadden nog een blik tomatensoep. Ik denk dat is echt heerlijk met het weer. Dus dat ga ik even vast klaarzetten. En nu kunnen we allemaal zo een boterhammetje met een kopje soep eten. En dat dat wel heel erg lekker is met het koude weer. Omdat die meiden dan ook wel blijven rustig zijn. Ze lunchen vandaag hier en morgen lunchen ze bij Mila. Dit allemaal is klaar. En ik hou er altijd van om dingen vooraf klaar te zetten. Grootste pret. Oh, zijn jullie elkaar de hele tijd aan het bekogelen? Dit dus. Hé, hey, maar dames. We moeten het wel lopend doen, want anders hebben jullie geen tijd om te eten. Je zit in je handschoen. We zijn lekker aan het lunchen. En ik heb lekker soepie. Waren jullie blij verrast? Ja, hè? Nee, jij niet. Je bent een pestkop, jij. En hoe leuk is dit? Met de slee naar school. We moeten wel weer tempo, dames. Want echt, het is maar kort tussen de middag. Zwaar, hè, Sarah? Zo zwaar had ik het vanochtend. Oh, ik heb hier niet gezeten. Oh, dit is zo zwaar. Ik moet elke keer helemaal acclimatiseren als ik weer thuis kom. Want het is buiten zo koud en binnen op zich niet heel warm. Maar wel als ik binnenkom. Maar goed, ik ben weer een beetje normaal op temperatuur. Dus ik ga even stofzuigen. Had ik nog niet gedaan. Ik denk dat als die meid lunchen ligt het altijd vol kruimels. En dat is inderdaad zo. En de was is zo klaar. Dus even ophangen. En dan is het eigenlijk alweer bijna tijd om naar school te gaan. Als je echt goed dingen doet, dan vliegt de tijd zo snel.
echt. Maar ik moet zeggen dat ik het wel echt even fijn vind dat ik weet dat ik nu even tijd ga hebben om de dingen normaal te doen. En die meiden hadden het zo, zo verschrikkelijk leuk gehad op school. Die waren zo blij weer allemaal bij elkaar te zijn en elkaar te zien. En gewoon, ja, weer in de klas en samenwerken. Dus ja, dat was zo top. En je merkt gewoon ergens dat gemist hebben. Dus ja, dat geeft mij ook weer echt, echt een goed gevoel. Maar goed, ik ga dit nu wel even goed doen. Ondanks dat we echt heel goed hebben opgelet met laars en zo, zie ik toch overal modderstukjes en weet ik veel wat er allemaal ligt. Heel veel kruimels, dus we gaan dit weer even in orde maken. Huis is weer aardig aan kant. Ik draai nog één laatste wasje die ik daar moet ophalen. En nu ga mijn jas blijven in liggen. Ga ik me weer inpakken. Ik was net mijn muts vergeten en ik dacht op een gegeven moment, waarom vind ik het nu zoveel kouder? Maar dat maakt dus echt wel enorm verschil of je die op hebt of niet. Zo, en hij lag op de verwarming, dus hij is nu echt zo warm. Alleen hij gaat elke keer omhoog als ik loop. Dus dan komen mijn oren eruit. En dat vind ik een beetje jammer. Maar goed, ik ga hem echt goed inpakken. Deze jas van Jakke, die heb ik een tijdje geleden gekocht. En daar ben ik zo blij mee in. Die is zo warm. Echt, op school noemen ze het mijn mama beerjas. Nou, ik voel me echt zo'n Siberische beer. En hierin heb ik het niet koud. Het is echt een stuk minder lekker dan net. Het sneeuwt gewoon weer. En het waait. En je ziet helemaal van die sneeuwwolken waaien. Constant in mijn ogen. Ik vond het net leuk om buiten te lopen. Het wordt alleen maar weer erger. Jee, echt. Ik ben er niet voor gemaakt. Ik vond het grappig toen we gingen sleeën. Ik heb hem trouwens nu niet bij me, want ik ben helemaal kapot joh, van die slee trekken. Oh, kijk hoe schattig Sarah gaat. Het water van de konijntjes vervangen. Want die ene fles, die je dus links ziet op het hok, die is nu denk ik wel weer bevroren. Dus dan wisselen we de flessen elke keer en dan leggen we die ander op de verwarming. Om weer te ontdooien. Zodat ze dus elke keer wel gewoon drinken hebben. Ik vind het zo schattig om dit zo te zien. Marco en Sarah zitten tv te kijken. En Sarah ging zich verstoppen voor mij. Maar toen dacht ze, ja, dat kijkt niet lekker tv. Dus nu zit je daar. Oh, wat gaan we zo eten? Hi. Mama. Gaan we mij opeten? Ja. Ja, je gaat jezelf opeten. Ik ga mezelf opeten. Ja. Ben ik een cannibalist? Jij ook? Ja. Kannibaaltje. Hoe lopen wij? Loopt dat lekker zo achteruit? Ja. Oké. Okay. Nee, we gaan wat lekkers eten. En daar gaan we nu naartoe. Ja. Ga het laten zien. Arp, arp, arp. Maar die loopt zo niet lekker. Even kijken. We eten zo lekker lasagne. Lekker. Vieze kaas. Ja, papa wil met kaas. En wij zonder. Terwijl jij wel van kaas houdt, maar niet van gesmolten kaas, hè? Nee. Nee. Maar dan wel weer, de losse strooikaas erop. Dat dan weer wel. Ja. Sarah ligt op bed. Marco is nog heel even de deur uit. En ik weet niet wat ik wil doen. Ik moet editen, maar ik heb geen zin. Ik heb nog wat dingetjes op te ruimen, maar ik heb geen zin. Ik kan tv kijken, maar heb ik eigenlijk ook geen zin in. Ik heb ook geen zin om een boek te lezen. Ik weet het niet. Ik heb heel stoer toch gewoon alles bijgeredd. Alles staat online, dus helemaal top. En nu even een bakje thee maken. Marco is ook onderweg. En dan gaan we denk ik nog even iets kijken. Popcorn time. Wij hebben net Modern Family gekeken. We zijn er bijna, dan is die helemaal af. Toen is Marco naar bed gegaan. Ik wil het ook niet te laat maken. Dus ik ben alles aan het opruimen. De wasser moet ook aan. We gaan denk ik net niet alles erin. Domme pan van de popcorn. Deze moet zo. En ik doe echt altijd mijn vaatwasborstel erin. Ik moet zeggen, echt, hij blijft al zo lang schoon. Dat altijd als ik de vaatwasser draai, doe ik die erbij. Dat werkt echt heel goed. Nou, ik ben zo trots op mezelf. Tada, tada, tada. En ik ga naar bed.
tweede dag dat het me lukt om op tijd naar bed te gaan. Dus schouderklopje voor mezelf. Ik wil de vlog dus nog even afsluiten. Ik hoop dat het een beetje een leuke vlog was. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op die knop abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!